De creatieve sector wordt structureel aangepakt in het grensstadje Albina. Kiebi Foundation en het commissariaat Marowijnen Noordoost zijn met een interactieve workshop gestart om jongeren te trainen in fotografie, tekenen en schilderen. De workshop is om de creatieve talenten van de jeugd te stimuleren in het ontwikkelingsproces van het district. Ik werk bij Stichting Kiebi. Ik ben kunstenaar in residence daar. En we doen nu al heel lang dingen voor de jongeren op Mungo, maar eigenlijk niet op Albina. En Marowijn is groter dan alleen Mungo, dus vandaar kwam de gedachte. En het commissariaat wilde graag ook iets doen met Stichting Kiebi en creativiteit stimuleren bij de jongeren. Ik geef fotografie, waarbij ik ze kort laat kennis maken met verschillende vormen van fotografie. We hebben vandaag bijvoorbeeld een fotowalk gedaan. Dan ga je kijken van wat valt je op. Je moet jezelf dan een beetje leren trainen van de dingen die je ziet. Want normaal gesproken sluit je ook een beetje af voor de dingen die je ziet. Want als je de hele tijd aan het opletten bent, dan kun je niet meer doen wat je moet doen. Bijvoorbeeld op het verkeer letten. En als fotograaf moet je jezelf weer een beetje aanzetten en op andere dingen letten. We hebben ook fashionfotografie gedaan en portretfotografie. En daarbij heb ik ze geleerd dat je veel moet praten met je model en letten op de achtergrond en welke volgorde je daarin hebt. Dat je eerst je camera goed zet en dan pas met je model aan de slag gaat. Ik deed ook naar kunst, met standbeeld, schilderij, met schrijven. Ik leerde een vader moest tegen, want dat alleen de. Hij nog steeds aan de kosorden schrijven. Ja, afas vader mij ook. Maar de mij tegen die girl in afzor de man. Want de man heb ik wel. Maar wat is dat niet? In zor de man van de man moet begin. Van de man moet begin voor kiezen zijn dat hij naar zo'n asa moest de. Daarnaast hebben we gewerkt met drie thema's. Veiligheid, milieu en trots op je stad en je land. En het is een van de missies van het commissariaat om iets te doen aan het milieu en te doen aan de veiligheid van de burgers. En door dat bij de jongeren te stimuleren, zorg je dat de toekomst die waarde meeneemt. En bovendien, als je iets doet met een expositie of een muurschildering, dan zijn er ook andere mensen die dat kunnen zien. Draag je seatbelt of draag een zwemvest of ruim je rommel op. Laten we Albina schoonhouden. Kijk hoe mooi Albina is. Het is van ons allemaal. Ja. Laten we er met z'n allen goed voor zorgen. De workshop heeft veel indruk gemaakt op de deelnemers. Sommige dingen wat ik niet kende van foto's, dat ik ze nu heb leren kennen. Dat vind ik zo leuk. Zo, ja, van de modellen, je maakt veel modellen, je achtergrond, je kleur, je licht en zo. Ja, vooral wanneer je moet besnijden en waar die persoon naar kijkt. Misschien kijkt hij naar iets, een film, dan ga je gewoon een foto maken. Ja, die persoon kijkt naar een film. Ik geloof persoonlijk heel erg dat als je jongeren stimuleert om creatief te zijn, dat hun kan helpen in problemen oplossen in hun dagelijks leven, bij hun werk. Daarnaast stimuleer je hun zelfvertrouwen doordat ze kunnen zien van hey, ik kan ook dingen maken, creëren die mooi zijn en die leuk zijn, waar andere mensen naar willen kijken. En met een beetje tips en aanwijzingen leer je jongeren om zelfstandig iets te creëren. Het commissariaat wil met dit project de jongeren bewust maken over issues waarmee het district te kampen heeft. Hou Albina schoon, draag je veiligheidsgordel en reddingvest en vooral wees trots op je stad en je land. De rest van de gemeenschap wordt door middel van een kleine expo en wandschildering de opgedane kennis van deelnemers bijgebracht.
De commissie Erkenning Grondenrechten in Heemsen en Tribale Volken heeft een kennismakingsbijeenkomst georganiseerd met traditionele gezagdragers. Dit bijeenzijn was bedoeld om de verschillende gezagdragers van de inheemse en tribale volken in staat te stellen kennis te maken met de leden van de commissies, het managementteam en het secretariaat. De commissie heeft als taak om het bewustwordingsproces op gang te brengen. Veel te communiceren met de verschillende doelgroepen die zijn ingesteld. Om uiteindelijk te komen tot een draagvlak in de totale gemeenschap, waar veel begrip is voor het conceptwet, waar we naartoe moeten om in september ready te zijn voor DNA. Het grote doel is om eigenlijk te helpen in het bewustwordingsproces, dat er begrip komt in de totale samenleving. Vroeger is er veel bij het praten over grondrechten alleen gefocust op de tribale, de inheemse en de tribale volk in Suriname. Maar we hebben gemerkt dat er meerdere doelgroepen moeten worden geïdentificeerd. Omdat erkenning van de grondrechten wettelijk niet alleen te maken hebben met die mensen in het binnenland, maar dat iedereen in Suriname het moet begrijpen. Zodat er, want als je het niet begrijpt, is het moeilijk om er begrip voor te hebben. En het heeft ook invloed op onze activiteiten. Zo hebben we geïdentificeerd, maar voor die twee groepen, ook mensen in de kustvlakte, bedrijfsleven, politici, NGO's, die we weer de communicatie hebben met al die groepen. Consultaties zullen daarom ook plaatsvinden in de loop naar onze eindstreep. Waar we ons als commissie sterk voor maken, is natuurlijk dat we goede wetgevingsvoorstellen maken. Het ligt niet geheel in onze handen. Uiteindelijk gaan die voorstellen naar de Nationale Assemblee en daar zullen ze ook besproken worden. In het voortraject gaan we natuurlijk ook zoveel mogelijk met de doelgroepen zelf, met de rechthebbenden, in dit geval de inheemse en tribale volken, maar ook met andere belanghebbenden, dus bijvoorbeeld het maatschappelijk middenveld, het bedrijfsleven, de rechterlijke macht willen we ook vragen om hun mening te geven, de NGO's, de milieusector, houtsector, mijnbouwsector willen we dus allemaal vragen om ook hun input te geven. Waardoor, als het te zijner tijd wordt ingeleverd bij de assemblee, dat het werkelijk, en de overheid zelf natuurlijk ook, waardoor als het wordt ingeleverd bij de assemblee, dat het inderdaad een goed gedragen product is. En de assemblee het hopelijk als hamerstuk kan zien. We gaan ook met de assemblee zelf, we willen graag met de assemblee zelf ook praten. En als er dus inderdaad een heel goed voorstel uit kan komen en ook wordt aangenomen in de assemblee, hebben we hiermee in feite de rechtszekerheid van de inheemse en tribale volken in één stap heel groot, of heel veel vergroot. Want daar gaat het uiteindelijk om. De rechten zijn niet vastgelegd, waardoor er eigenlijk een heel zwakke positie is van de inheemse en tribale volken op onder andere grond. Weet je, in feite, iedereen woont nu op domeingrond, om het even zo te zeggen. En dat geeft geen zekerheid van het volk, van de dorpen, om te kunnen zeggen, hier zijn we al eeuwen en dit is van ons. En dit blijft behouden voor ons nageslacht. Dus als die wetten er eenmaal zijn, is die zekerheid er wel. De commissie is in november van het vorig jaar geïnstalleerd en staat onder voorzitterschap van Wensley Misijan. Sindsdien hebben al die commissies, al die drie technische commissies, dus bewustwording, wetgeving en demarcatie, hebben hun plannen van aanpak gepresenteerd aan het managementteam. Goedgekeurd intussen. Ze hebben de initiële stappen genomen in plannen van consultaties en dat soort dingen. Er zijn subcommissies, sommige hebben als subcommissies ingesteld, of althans gepresenteerd, die ze willen gaan instellen bij het managementteam. De plannen van aanpak zijn gesynchroniseerd, zodat er niet kriskras wordt gewerkt. En al die plannen samen zijn uiteindelijk nu al verwerkt in een werkdocument dat nu als leidraad dient voor het proces verder. Nou, deze commissie betekent heel veel voor ons, voor de inheemse gemeenschap. Het is een commissie die nu gaat werken aan een concreet product of producten, wetsvoorstellen. En dat hebben we eigenlijk al, ja, ik kan zeggen eeuwen, zoals de minister vanmorgen zei in zijn openingstoespraak.
En de directeur van het departement voor ontwikkeling in Heemstad had ook gezegd, het is eigenlijk een eeuwenlang probleem, al 500 en meer jaren. En nu pas wordt er dan heel concreet gewerkt aan een werkelijk wetsproduct. En zoals u weet, we hebben nog geen wetsproducten over de rechten van inheemse en tribale volken in Suriname. En dat is nu precies wat we gaan doen. We gaan dus helpen maken van wetsvoorstellen om die in te leveren bij de Nationale Assemblee voor verdere discussie en te zijner tijd goedkeuring. In september 2019 moeten het managementteam en de technische commissies zover zijn dat er een conceptwet klaar ligt ter behandeling door de Nationale Assemblee.